Wij van TBN Prime Alert hebben bij het presidentieel paleis dan ook enkele belangrijke gasten geïnterviewd wat zij denken over 47 jaar Suriname. Dit is een mooie dag om een sari te dragen, om een beetje cultureel te kleden. En ook te zien van dit is de rijkdom van Suriname, de verrijking van onze cultuur. Ik zie mooie koto's, ik zie Anissa's, ik zie zoveel mooie dingen. Dus ja, dat is ook een manier om uit te dragen. Waar staan we, mevrouw de minister, bij 47 jaar residentie? Ja, we staan in moeilijke periode. Heel moeilijk, heel veel Surinamers hebben het heel moeilijk, helaas. Ik wil niet terugblikken, maar het is helaas is een feit. Heel veel schulden, heel vervelend beleid gevoerd. Daarbovenop is de coronapandemie gekomen. Daarna internationale crisis, heel de wereld deelt met die crisis. Het zijn geen mooie tijden, maar ondanks deze moeilijke tijden denk ik dat dit ons land is. En het zal altijd ons land blijven. En iedereen heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. En dat doen we door onze functies die we hebben. Ik als minister van Defensie, maar ook als burger, maar ook in elke rol die ik heb als moeder, als zus, moet ik mijn beste beentje voortzetten en mijn best doen om het beste van mijn leven te maken ten eerste en onafhankelijk te worden. Want daar begint het bij. Het begint bij jou als individu. Dat je probeert onafhankelijk te zijn. En ten tweede, in de functie die we hebben, het zijn publieke functies, het zijn private functies, dat we best performen, beste resultaten opleveren. En als iedereen dat doet, dan denk ik dat we binnen niet al te lange tijd een mooi land hebben. Dus dat is mijn visie. En niemand gaat dit land komen ontwikkelen. Wij gaan het zelf moeten doen als Surinamers. Op momenten leek het, minister Matura, alsof niet al uw manschappen zouden meedoen met het DVD. Wat is het uiteindelijk geworden? Het leger is erg gemotiveerd. Mensen werken heel hard bij het leger. Er is enthousiasme. Er is vaderlandsliefde. Er is doorzetting. Ik was ervan overtuigd dat het leger zou meedoen en dat is vandaag weer bewezen. Ik ben als minister heel blij dat ik leiding mag geven aan zo'n team, zo'n defensieorganisatie, waar mensen vanaf mijn aantreden constant bezig zijn die samenleving te dienen. Op alle fronten, op medisch vlak, bij overstromingen, bij de infrastructuur, bij het delen van pakketten, bij problemen waar er geen water was, constant zijn we bezig. En ik denk dat ik geen betere organisatie kon hebben dan het leger. Wat is uw oproep tot slot naar die gemeenschap voor nu 47 jaar verder? Laat me iedereen feliciteren en ze bemoedigen dat deze moeilijke tijden tijdelijk zijn en dat ze voorbij gaan. En dat het goed komt met Suriname, het goed komt met elke Surinamer. En dat we elkaar moeten ondersteunen in deze moeilijke tijden. En zo zijn we als volk ook. Dat we nooit in de steek laten. In de wijken waar we wonen zijn we heel open en we zijn sociaal. En dat moeten we blijven doen. Dat is wat ons kenmerkt. Ik heb nog nooit een buitenlander horen klagen over Surinamers. Wanneer ze hebben over Surinamers zeggen ze altijd, het is een vriendelijk volk. Heel gastvrij volk, heel open volk. En dat is het inderdaad. Dus we moeten die mooie dingen koesteren en we moeten voortgaan. Gefeliciteerd met de dag, minister. Ik feliciteer de hele Surinaamse samenleving. Ik wens iedereen die het moeilijk heeft heel veel kracht en energie toe. En we komen er samen uit. En iedereen gefeliciteerd nogmaals. Dank u wel. Mogen weten wat er in u omgaat bij deze viering van 47 jaar residentie? In de eerste plaats gevoelens van trots, van tevredenheid. Het is een dag waar elke natie op zich verheugt. Het is een dag waarop je staatkundig onafhankelijk wordt. En dat betekent dus dat in de geschiedenis je een andere plaats inneemt. Je maakt deel uit van de wereldgemeenschap. Maakt deel uit van de United Nations.
Je onderhoudt bilaterale betrekkingen met verschillende landen. Je hebt multilaterale organisaties waar je lid van bent. Maar bovenal heb je een bijzondere verantwoordelijkheid naar je eigen mensen toe. Hun wel en wee voor de toekomst, dat is een verantwoordelijkheid welke ligt bij het volk in het algemeen, bij de vertegenwoordigers van het volk. En volgens de grondwet artikel 55 is het de Nationale Assemblée die de wil van de soevereine wil van het volk uitdraagt. We hebben een regering welke steunt op de meerderheid van het parlement, ook van de samenleving. En dat betekent dus dat wij in een positie verkeren om inhoud te geven, zelf inhoud te geven aan ons lot en onze toekomst. En hoe ziet de toekomst van Suriname er volgens u eruit? De toekomst ziet eruit zoals wij die toekomst zullen maken. Dat is veel afhankelijk van ons. De opstelling die wij hebben, we moeten beginnen te kijken aan het heden. Het verleden moet zijn als een leermeesteres om het heden goed te doen en ons in te zetten om uit al de lessen die wij geleerd hebben, uit het verleden en het heden, om een goede toekomst te maken. Wat ziet u toch wel als de belangrijkste bijdrage in de afgelopen 47 jaar van de VHP voor wat betreft de ontwikkeling van Suriname? Nou, het is natuurlijk zo dat de VHP verschillende fasen van de staatkundige ontwikkeling heeft meegemaakt. De koloniale periode, de periode vanaf 1954 toen wij deel uitmaakten, rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En heeft de VHP, waar ik ook een bijdrage mocht leveren, aan de goedkeuring van de wet, van de grondwet, toen in 1975 op 19 november. De VHP heeft een bijdrage geleverd bij de wijziging van de Rijkswet, waardoor de soevereiniteit van Suriname kon worden verkregen. We hebben een bijdrage geleverd aan de wet voor het maken van de vlag, nationale vlag. De vlag welke een symbool is voor de hele natie, ongeacht waar je bent, wie je bent. En ook heeft de VHP in economisch opzicht, in sociaal opzicht, in cultureel opzicht een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit land. Ik vooral vanaf 1964 ben ik lid van het parlement geweest. 35 jaar lang in het parlement, in de regering, als vicepresident. En ik ben in een positie geweest inderdaad om een bijdrage te leveren. En ik heb voldoening erover wat de partij gedaan heeft, wat mijn bijdrage betreft. Maar bovenal wat de Surinaamse samenleving tot stand heeft gebracht. Dank u wel en nogmaals gefeliciteerd met de dag. Graag gedaan. Moet u weten dat op de dag van de onafhankelijkheid, 25:00 uur, ik samen met mijn vrouw op de eretribune was toen de vlag werd gehezen. Vlak achter de heer Lashman, Aaron, prinses Beatrix en andere belangrijke prominenten. Ik heb dat moment meegemaakt en wanneer je terugdenkt, denk je het gevoel dat je toch een bijdrage hebt geleverd aan deze dag, de dag van de nationale onafhankelijkheid. PL-voorzitter Paul Somoharjo, mogen wij van u een strividentieboodschap, 47 jaar Suriname? Nou, ten eerste mag ik me gelukkig prijzen dat na 47 jaar, waarbij ik zelf aanwezig was, nog mag meemaken als actief politicus. Ja, na 47 jaar, wat moeten we zeggen?
Want het is niet zoals we het verwachten. Het is zoals ik het voorspelde. Het gaat niet goed. Het zal niet goed gaan. Want je kan een land niet onafhankelijk, onvoorbereid onafhankelijk maken. Je kent mij. Ik was niet tegen de onafhankelijkheid, maar ik was tegen de wijze hoe ons land onafhankelijk werd gemaakt. De regering van toen had ons voor gek gehouden. Dat wij koloniaal waren. Nee, we waren geen koloniaal. We waren gelijke burgers. We hadden glad het statuut. Koninkrijksdeel van Nederland. Het is nu gebeurd. Ja. Je moet komen of door verraad, wat dan ook. Het is gebeurd, het is onafhankelijk. Wij moeten nu doorgaan. Jij ja, wil de klok niet terugdraaien. Ik zou het graag willen. Maar jammer, het kan niet. Laten we nu proberen met wat we hebben te overleven. Het kan een jaar, het kan 2 jaar. Ik weet wel dat het extra moeilijk is. Ja, maar we kunnen niet blijven zeggen, maar meneer, ik wil abisabi weer tang. Het is voorbij, je kan de klok niet terugdraaien. Laten we bidden de Almachtige dat hij ons zegen de kracht geeft voor betere tijden. Waar was u 47 jaar geleden op deze dag? Ik was down, heel down. Na een zware strijd hebben wij, terwijl ik in de rechtszaal was om de zaak rechters uit te vechten, hoorde ik het verraad. Ja. Dus ik hoef geen namen te noemen. Dus je weet, Suriname is op een heel smalle regelbasis onafhankelijk. In verhouding van 2019 op 1 man. Dat wat ik zeg van, ik was helemaal down. Ja, maar ik geloof in de Almachtige. Ik heb vertrouwen. Ik laat alles. Zijn wil zal geschieden. En zijn wil geschiet. Het land is onafhankelijk. Ik ben erin. Ik heb 47 jaar lang door vallen en opstaan alles meegemaakt. Die coup heb ik meegemaakt. Zelf in de gevangenis. Als ballingen in Nederland. Helemaal als verzetstrijder in Stoelmanse Eiland. Maar ik blijf nog en ik mag de Almachtige dankbaar zijn. Dankbaar dat ik nog kan meemaken als nog actieve politicus. Want als ik omkijk, ben ik de enige, behalve die het overleeft, maar nog actief in de politiek mag zijn. En ik hoop dat ik mag bijdragen Suriname tot betere tijden te brengen. In die 47 jaren heeft de PL in verschillende constellaties regeermacht gehad, heer Somaharjo. Wat ziet u toch wel als de belangrijkste bijdrage van de PL in de afgelopen 47 jaren? Onze partij, de kracht van onze partij, sociale kracht. Dat is onze bijdrage, sociaal zijn, het volk leren dankbaar zijn en sociaal bewogen moeten zijn. Je moet elkaar kunnen helpen, elkaar kunnen ondersteunen. Is het volk van Suriname, heer Somaharjo, te verdeeld nu om te zorgen voor ontwikkeling? Niet direct te verdeeld. Men is geneigd om meer te hebben. Beloften, verleidingen. Maar laten we dat als een les, een harde les, leerles nemen. En dat wij in de toekomst moeten opletten. Meneer, Suriname kan alleen opgebouwd worden als wij de krachtige eenheid vormen. Wat is volgens u toch wel dat aankomen op dat standpunt van vertrouwen na 47 jaar in de politiek en in politici? Wat politiek betreft, ik ken mijn partij, vallen en opstaan. We hebben het overleefd. We zijn er nog. We proberen onszelf levend te begraven, maar we zijn er nog. En om duidelijkheid te maken, kom kijken op zaterdag 3 december, wanneer de partij echt weer recht staat. Wat ziet u toch wel als het grootste vijand dat ons weerhoudt van die daadwerkelijke ontwikkeling? Het verraad. Het verraad.